Tijn van Boksel, net een wedstrijdje tegen Deinzen gespeeld. Ja. Hoe was het? Ja, ik denk uiteindelijk weer een mooie 5-0 overwinning tot nu toe. Ongeslagen in de voorbereiding, dus ja, het is lekker om het trainingskamp zo af te sluiten. Ja, je is een aantal dagen natuurlijk hier bij Via Heidebad geweest, ja. in Wissel. Hoe was het de afgelopen week? Ja, ik denk dat we een hele goede week hebben gehad. Echt topfaciliteit hier. Hartstikke mooi complex waar we verblijven. En ja, we konden hier echt prima trainen. Vandaag ja, ook mooi afsluiten met de overwinning. Ja, natuurlijk nieuwe trainer met Dick Lukien. Mm-hmm. Hoe is hij voor jou? Ja, goed. Ik denk dat het voor iedereen, voor mij ook heel duidelijk is wat hij wilt. En waar we als team voor willen staan en willen spelen. Dus. En ik denk ook dat je ziet dat we in training zijn en dat de patronen steeds weer in het spel komen. Dus ja, dat is goed, denk ik. Ja, FC Groningen heeft natuurlijk een verschrikkelijk jaar achter de rug gehad. Jij kon wel in die tweede seizoenshelft wel echt veel spelen en echt doorontwikkelen. Hoe was het een beetje voor jou toch dat laatste deel van het seizoen voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Ja, voor mij persoonlijk was het natuurlijk mooi dat ik veel kon spelen. Maar ja, dat heb ik al vaak gezegd. Het is gewoon heel lastig om in zo'n... zo'n situatie te zitten als club. En daar baal je als jongen van de club natuurlijk ook extra van. Dus ja, het is heel, heel dubbel eigenlijk. Wat voor rol ziet Dick Lukien momenteel voor jou, voor aankomend seizoen? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan de trainer zelf vragen. Maar ja, voor mij, ik wil gewoon graag heel veel spelen en belangrijk zijn. Dus dat is mijn doel. Ja, want er is natuurlijk wel wat concurrentie. Radinho Balken natuurlijk, Marco Rente die daar ook kunnen spelen. Hoe zie je een beetje je kansen ten opzichte van hen als je kijkt naar de afgelopen week? Ja, ik denk dat er op dit moment inderdaad veel goede centrale verdedigers zijn. Maar ja, het is gewoon aan mij en het geldt voor de anderen hetzelfde. Voor mij om te laten zien dat ik degene ben die moet spelen. Dus dat moet ik zelf gaan doen. Veel succes, mijn jongen. Top. Dankjewel.